Verdachte in zaak met dode vrouw in dakkoffer bekend betrokkenheid bij haar dood. Nieuwe directeur Astron wil voorbeeld zijn voor andere vrouwen. We need to be able to see ourselves in these jobs. Like for a little girl to be able to look up and say, hey, wow, I could do that because she's there. Carnaval in Gasselte begint met ludieke actie. En het weer, mooi, Robert. Mooi, Vera. Wat een rare dag niet. Nou, met het weer valt het met. Het is gries, het sputtert heel licht iets wat en wijd nogal. Maar het zonnigie, die komt eraan. Goedenavond. De Assenaar die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van een Hongaarse vrouw wordt voorlopig verdacht van moord of doodslag. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Ook wordt hij verdacht van het wegmaken van het lichaam van de vrouw. Het lichaam van de 37-jarige vrouw werd 2,5 week geleden gevonden in het Oranjekanaal bij Orvelte. Ja, verslaggever Ineke Kemper weet meer van de zaak. Ineke, betekent dit nou dat hij heeft bekend? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat nog niet. Zij zeggen alleen dat hij heeft gezegd dat hij betrokken is bij haar dood. Maar het gaat volgens het OM wel om een misdrijf. En daarom wordt hij voorlopig in ieder geval verdacht van moord, dan wel doodslag. Oké, neem ons nog heel even mee terug, want wat is er ook alweer gebeurd? Ja, daarvoor moeten we terug naar zaterdag 5 februari. Omwonenden van het Oranjekanaal zagen toen de achterlichten van een busje en zagen ook dat er iets in het water werd gedumpt. Zij dachten dat het mogelijk om drugsafval ging. Ja, en 2 dagen later stak daar ineens een deel van een dakkoffer, zo'n ding wat je normaal op een auto hebt, boven het water uit. Ja, en daar bleek het lichaam van de 37-jarige Hongaarse vrouw in te zitten. En enkele dagen daarna werd dus die 52-jarige Assenaar aangehouden. Is het bekend wat nou de relatie was tussen deze twee? Ja, het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag bevestigd dat de twee ex-geliefden van elkaar waren. Dus zij hebben een relatie gehad. En volgens andere media was het een gewelddadige relatie en was er ook sprake van dat ze drugs zouden gebruiken. Okay. Zij is al een jaar vermist. Is het duidelijk waar zij in die tijd is geweest? Nee, nog niet. Het Openbaar Ministerie wil ook nog niet zeggen of zij bijvoorbeeld al een jaar geleden om het leven is gebracht of dat dat pas kort geleden is gebeurd. Ja, dat is iets wat we vermoedelijk pas op zitting zullen horen. Ja, hoe gaat deze zaak verder? Ja, het kan heel snel gaan, ook omdat hij bekend heeft dat hij betrokken is bij haar dood. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er andere verdachten hierbij betrokken zijn. Ja, er zijn nog wat vragen die beantwoord moeten worden, maar het kan nu heel snel gaan. En dan over 90 dagen moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen en dan horen we meer. Oké, Ineke, jij blijft deze zaak volgen. Dankjewel. Vanuit Hawaii is ze even op bezoek. Jessica Dempsey, de nieuwe directeur van Astron. Een vrouw in de wetenschap met een behoorlijke staat van dienst. Maar wat brengt haar naar Drenthe? Oh my goodness, it is one of the most beautiful places that I've ever had the opportunity to be. So no, it is not boring at all. And I always find that astronomy institutes are always located in these extraordinary places. Jessica Dempsey komt vanaf mei aan het roer van het Nederlands Instituut voor Radioastronomie Astron in Dwingelo. Een hele andere omgeving dan Australië, Antarctica of Hawaii, waar ze nu woont. Toch hebben de drie plekken wel iets gemeen. You have to go somewhere where it is very quiet. And so you have to be in a place that is very remote. Especially for radio science. And it is a really big challenge as we go into the future, because I know I can't be without my phone. And yet when we come near radio telescopes, we need to turn these things off in order to hear these very, very tiny whispers from the universe. Ook wil ze een andere uitdaging aangaan, die van meer diversiteit in de wetenschap, waaronder vrouwen. I think when you are a woman in leadership in astronomy, you look around and you realize that you are alone. I got told as a girl in my first physics laboratory at university that girls are not good at math. And please don't even bother to, you know, ask questions because, you know, you are not welcome here. And that was a challenge to me. And the next year I got offered to go down to Antarctica and be the first woman from Australia to work down there. Voor de bedrijfsvoering heeft ze dus wel wat ideeën. We need to be able to see ourselves in these jobs. Like for a little girl to be able to look up and say, hey, wow, I could do that because she's there. And I think we don't realize or think about that enough. And so it is really important to me to be able to say to these girls and women who are thinking maybe, hey, that's really interesting. I want to look at the stars or I want to build an instrument. It's like, yeah, you can, right? Come up here and join me. And I'm going to make it as easy as possible for you to do this.
Sinds vanmorgen vroeg voert Rusland aanvallen uit op Oekraïne. Inwoners van Drenthe die banden hebben met mensen in het land hebben geschokt gereageerd op de invasie. In de studio is voorzitter Thijs Sander van de stichting Assen voor Oekraïne, die zich inzet voor de armste bevolkingsgroepen in het land. Ja, meneer Sander, u heeft contact gehad met de mensen daar. Hoe gaat het met ze? Ja, ze zijn vooral heel erg geschokt, geloven het nog niet, hadden dit ook echt niet verwacht. En dan word je wakker en dan is het toch zo. En dat is een hele rare gewaarwording om zo 's morgens wakker te worden en je dan te beseffen en nu is het oorlog. Ja, want waar wonen de mensen met wie u contact heeft gehad? De mensen waarmee wij contact hebben, die wonen in het uiterste westen van Oekraïne, op zo'n 1700 kilometer van Assen. Als je dan kijkt naar de regio Donetsk, dat ligt nog eens 1700 kilometer verder. Dus in die zin, ja, het is een gigantisch land. Maar je, ja, is de oorlog dichtbij? Aan de ene kant wel, aan de andere kant toch nog wel ver weg. Maar men maakt zich zeker zorgen over wat er gaat komen. Ja. Zijn er lange rijen voor de supermarkt, voor het tankstation? Kunnen mensen nog contant geld opnemen? Nou, dat is wel wat wij horen. We zien dat mensen proberen om zoveel mogelijk benzine in te slaan. Voedingsmiddelen, maar ook medicijnen, penicilline, verbandmiddelen. En dan gaan proberen om zo ver mogelijk bij het geweld weg te komen. Je ziet heel veel mensen uit de omgeving Kiev die richting het westen trekken. En de mensen die in West-Oekraïne wonen bij de Hongaarse grens, ja, die proberen de grens over te komen en zichzelf in veiligheid te brengen. Ja. De spanningen liepen al een tijd lang op. Hoe hebben de mensen zich voorbereid? Nou, in die zin, de mensen hebben zich voorbereid en die hebben vooral gezegd van, we denken niet dat het zo ver gaat komen. En als het al zover komt, dan zal het in Oost-Oekraïne zijn. Maar men heeft gewoon niet verwacht dat het zo dichtbij zou komen. Vanmorgen sprak ik iemand en die zei, ja, op 140 kilometer van waar ik woon zijn bommen ingeslagen in Ivano-Frankovsk. Dus ja, dat komt dan toch wel heel dichtbij. Ja. Wat kunt u doen om deze mensen te helpen? Ja, dat is op dit moment nog lastig. We zijn wel in contact met mensen ook daar van wat ga je verwachten en wat kunnen we doen. Ja, je zult waarschijnlijk vluchtelingen gaan zien die kant opkomen. Die zul je proberen te gaan opvangen. Maar hoe en wat precies, ja, dat wordt lastig. De grenzen zitten dicht, hulpgoederen kunnen we dus niet sturen. En ook de banken zijn gesloten, de pinautomaten zijn leeg. Dus ook het sturen van financiële hulp wordt gewoon heel lastig. Ja, dus dat moet u de komende tijd ook gaan uitzoeken, hoe je dan kunt helpen. Uitzoeken, ja. Ja. Meneer Sander van Stichting Assen voor Oekraïne, bedankt. De bewoners van het Noorderdiep in Valthermond werden vandaag verrast door een sinkhole in de weg. Gisteren ontstond het gat in het wegdek. Het asfalt is op die plek verzakt en afgebrokkeld. Bij de zogenoemde sinkhole zijn afzettingen geplaatst, waardoor het verkeer er niet meer langs kan rijden. Volgens omwonenden is het niet de eerste keer. Een half jaar geleden zou hetzelfde zijn gebeurd. Het zou mogelijk komen door een lek in het riool. Rond de sinkhole vinden graafwerkzaamheden plaats. En daar is een gat met water aangetroffen. Verbazing in Gasselten, want daar dook plots een opmerkelijk woningbouwproject voor tiny houses op. Het bleek een actie van carnavalsvereniging het Muldobbegie, die voor het eerst sinds 2 jaar weer carnaval kan vieren. En daar horen natuurlijk stunts bij. Op deze plek in een weiland langs de oude Groningerweg bij Gasselten zouden tiny houses komen. Dat viel tenminste te lezen in de lokale krant. Geïnteresseerden konden vandaag een kijkje komen nemen. Nou, we zijn de kabels aan het uitgeven vandaag. In verband met de woningnood in Gasselte hebben we besloten dat we daar best wel wat geld aan kunnen verdienen. Want daar zijn we per slotverrekening voor als projectontwikkelaar. Maar helaas voor woningzoekenden, het is allemaal het werk van de plaatselijke carnavalsvereniging. Amoi, amoi, amoi. Het doel? Een beetje opschudding veroorzaken. Een mooie stunt voor ons, een beetje in de belangstelling. En als carnavalsvereniging moet je toch ook een beetje de publiciteit zoeken. En ik denk dat dit een goede manier is om even de vinger op de zere plek te leggen waar het gaat om de woningnood in Gasselte voor de jeugd met name. De woningmarkt staat enorm onder spanning, ook in Drenthe. En daardoor kunnen veel jongeren uit Gasselte geen huis kopen in hun geboortedorp. Terwijl ze dat eigenlijk wel zouden willen. Er is wel veel animo voor de jeugd om in Gasselte te blijven, want het is een leuke, gezellige gemeenschap. En we hebben een leuke vereniging met veel jeugd erbij. En ja, we willen de leden ook wel hier kunnen houden. En om carnaval draait het allemaal eindelijk weer in Gasselte.
of Meulendop, zoals het dorp tijdens carnaval heet. We zijn echt allemaal blij dat we weer wat kunnen. Ja, en dan gaan we er ook volop gaan we erin met stunts en leuke feesten allemaal. Hebben jullie het gemist? Ja, best wel. Ja, ook de animo en loopt dan wat terug als je alleen maar Zoom-vergaderingen zit te doen. En gewoon weer even gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken. Dus ik denk dat dat deze avonden helemaal goed gaat komen. De actie met de niet bestaande tiny houses is in ieder geval een succes. En er is nog een stunt uitgehaald waar ineens niemand iets van af weet. Nou was de gemeente vanochtend een beetje in rep en roer. Want ze misten de speakeriek die voor de verkiezingen rondgaat. Enige idee waar die is gebleven? Geen idee. Nee, echt. Nee. Ik zou het niet weten. Weten we niks van. Het is wat een rare dag vandaag. Maar goed, wij moeten toch ook maar even over het weer hebben. De wind die de afgelopen dagen aanwezig was, heeft ook hier in de bossen van Scholoos, waar je achter mij zien kunt, flink hoesholden. Maar er komt gelukkig ander weer aan. Vanavond lost de bewolking langzaam op. Er kan nog een enkel winters buigje vallen en ook vannacht. Rondom die buien kan de wind nog even flink aantrekken. Het wordt net iets boven nul. Morgen dan, voormiddags kriegen we nog te maken met enkele winterse buien met hagel en mogelijk zelfs wat natte snij. Na de middag dan komt er zonnig hier nog even goed bij te pas. Wordt een graad of 8 en de wind die speelt nogal een grote rol. Dan kijken we nog even verroet. Het weekend, daar kun je wellicht glad op verheugen. Want er komt een heel ander weer aan wat ik net al een beetje zei. Droog, zon en de wolken die elkaar afwisselt. Temperaturen van een graad of 8. Na het weekend komen we zelfs in de dubbele cijfers met een graad of 10 op maandag. En ook dan volop zon aanwezig. En de wind die speelt minder een rol in ieder geval als de afgelopen week. Toch nog goed nieuws voor het einde van het nieuws. Tot morgen. Robert, dankjewel. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op onze website of in de app. Daar leest u onder meer over een autobrand in Meppel. Daarbij ging de bus van dagbesteding De Oude Hoven in Zuidwolde in vlammen op. En zonder die bus wordt het werk van de zorgverleners een stuk moeilijker gemaakt. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.